dit is kwam. Cultuur open mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Suriname altijd dichtbij, je zat vat toch? In me ati, srana. Fetigi mama strana, was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Voor een goede mondbehandeling gaat u naar Dental Care. Dental Care gevestigd aan de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Deskundig en ervaren in tandcontroles, tandenbleken en spoedbehandelingen. Bel of kom langs voor een consult. Dental Care, kwaliteit, garantie en zorg van uw gebit. Onze professionals staan voor u klaar. Una de Westra Naman Vaderland, Suriname is je vaderland. Ik ben ook door bepaalde radio, ik wil ze niet zeggen journalisten, want dit zijn geen journalisten, ze zijn propagandisten. Ik ben ook op de radio bedreigd geworden in die tijd van Dodson, dat ik die verhalen van meneer Dodson onderuit haalde. Dat ze zogenaamd kwik met scallions met die kwik uit het stuurmeer aan het halen waren. Allemaal grote leugens. En ik heb bepaalde zaken naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Ik wil aan meneer Ruud Soeverein vragen van hoe hij erop reageert dat er tienduizenden hectare aan primair bos worden gegeven aan de mensen die hij vertegenwoordigt, waarvan hij weet van dat dit ontbos gaat worden. Eenvoudig nee. Maar ik denk dat als je mijn retoriek hoort, als je mij hoort praten, dan is het begrijpelijk. Want ik ga dat spelletje van hun niet meespelen. Iedereen weet van wie Erland Sleur is. Dat zij andere mensen benadelen, waaronder de mensen in het binnenland. We zien heel veel op bepaalde ministeries hier gebeuren. Grond- en bosbeheer, natuurlijke hulpbronnen, justitie, die de mensen in het binnenland benadelen. Je bent al 3 jaar daar minister of president. Ik ga kijken, wat heb jij in die 3 jaar gedaan? En ik zie van dat jij heel weinig hebt gedaan. En ik zie dat jij heel veel dingen hebt gedaan die niet door de beugel kunnen. Dan moet je niet van mij gaan verwachten dat ik met jou aan tafel ga zitten. Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV Open Mic. Welkom in Sweetie Sernang, 17e rijkste land van de wereld. Het groen Suriname tot op dit moment. We weten dat milieuactivisten proberen om dat ook zo te houden. Wij zitten met de heer Erland Sleur en we gaan praten over wat eigenlijk in de doofpot leek te gaan. Dat de komst van de Mennonieten of dat heel de bakel daaromheen. Meneer Sleur, welkom bij Cultuur TV. Fijn om u weer te hebben bij ons.
dat van de Mennonieten lijkt in het doofpot te zijn beland. We horen niks meer daarover. Wat kunt u ons vertellen over de stand van zaken? Om te beginnen natuurlijk, mijn sweet Odi. Ik wil even een recap geven. Want enkele jaren terug hoorden we van mogelijk dat de Mennonieten zich hier zouden komen vestigen. Het is nu sinds 3 jaar aan de gang. En de heer Ruud Soeverein blijkt dus hun contactpersoon hier in Suriname te zijn. Het zou om Mennonieten gaan uit Bolivia, maar waarschijnlijk ook uit Belize. En afhankelijk leek het vrij onschuldig. Totdat wij hoorden, althans tot wij enkele maanden geleden ontdekten, dus dat op de website van een van hun contacten 1 miljoen hectare aan Mennonieten zou zijn beloofd. En dat was natuurlijk even schrikken, want er zijn verschillende momenten geweest waarbij zowel de president als de minister van LVV als de minister van Grond- en Bosbeheer hebben gezegd dus dat de Mennonieten geen grond gaan krijgen. Ook minister Ramdien van Buitenlandse Zaken heeft ook aangegeven dat de Mennonieten geen grond van de staat gaan krijgen. De president heeft ook enkele maanden geleden gezegd dus dat ze een aantal gezinnen hier zullen toelaten als een vorm van pilot. En als je weet waar de Mennonieten voor staan met hun bezigheden, en het is niet dat wij dat als een kwalijke zaak zien in de vorm van dat zij werken, want werken is goed voor de mens. Maar we zien wat deze Mennonieten ook in andere landen hebben gedaan. En dat is een grote schade aan de bossen en aan het milieu, waaronder in Bolivia, maar ook andere delen van de wereld, in Peru, Colombia. We zitten in een organisatie, Probios, mijn organisatie zit ook in FOSPA. We hebben heel veel contacten en wij zien dus ook van onze vrienden in het buitenland van hoe kwalijk het is dus dat grote delen van hun bossen aan het verdwijnen zijn voor grootschalige landbouwprojecten. En we weten dat overal die grootschalige landbouwprojecten zijn, laten we niet hypocriet zijn. Maar bij de Mennonieten zie je echt een systematiek. Dat is, ze vertrekken naar een land en ze beginnen langzaam maar zeker, beginnen ze vanwege het feit van dat ze vrij veel geld hebben, beginnen ze land naar zich toe te trekken. En Suriname is natuurlijk heel gevoelig voor corruptie. We zien het met heel veel andere zaken ook, met het uitgeven van concessies. Je zit je soms af te vragen van hoe komen bepaalde mensen aan concessies? Welk recht hebben ze gekregen om zulke grote concessies te krijgen? Terwijl andere Surinamers niet eens een klein stukje grond kunnen krijgen. Nog erger, de mensen in het binnenland die daar al honderden jaren wonen, de inheemse natuurlijk duizenden jaren, die kunnen nog steeds hun grondrechten niet geregeld krijgen. Maar er komen buitenlanders hier en die kunnen binnen een paar maanden, kunnen zij dus grond krijgen. En wij zijn natuurlijk nog erger geschrokken toen er documenten opdoken waaruit blijkt dus dat er bereidverklaringen zijn uitgegeven voor tienduizenden hectare aan land. Maar dit land is niet gewoon land, het is ook bos. Het is primair bos. En dus dat is heel erg schrikken, want je zit je af te vragen van de regering praat aan de ene kant over bescherming van de bossen, om vergoeding voor de bossen te krijgen van het buitenland in de vorm van carbon credits. We hebben minister Desai erover gehoord, we hebben de president erover gehoord, we hebben minister Ramdien erover gehoord. Allemaal praten ze over carbon credits, hoe Suriname allerlei vergoedingen kan krijgen voor de bossen. Maar ja, je ziet op een gegeven moment dus dat ze ook eraan meewerken om grote delen van onze bossen uit te geven met de bedoeling om daar grootschalige landbouw te gaan doen. Dus die twee dingen gaan niet samen. Je kunt niet zeggen van we gaan de wereld vragen om vergoeding voor onze bossen, terwijl je aan de andere kant grote concessies, lappengrond, bossen aan het weggeven bent
met de bedoeling dat je weet van dat dit ontbosd gaat worden. En dat zien we in andere landen ook. Maar Suriname heeft een kleine bevolking. We zijn hier met 600.000 man. We zien dat er al meer dan 100.000 Brazilianen in onze bossen met goudwinning bezig zijn. Ook onze eigen landgenoten zijn, de Marons en wie dan ook, zijn in onze binnenlanden bezig met goudwinning. Grote schade wordt al nu aangericht en er wordt niet opgetreden tegen illegale goudwinning. Er is heel veel illegale goudwinning ook daar. Maar dus dat verbaast jou dan heel erg als jij een president hebt. En ik praat nog niet eens, laten we het bij de president houden. Dat deze president hele mooie woorden heeft over beschermen van de bossen. 93% bos, het groenste land. En we gaan vergoeding voor onze bossen vragen. Want onze bossen zijn belangrijk voor de wereld. Want ze geven zuurstof, ze nemen broeikasgassen op. De tsunami is, helpt de wereld eigenlijk beschermen tegen het opwarmen van de aarde en daarmee ook die klimaatsverandering. En, maar wat ik al zei, dan zie je dat er documenten worden uitgegeven, bereidverklaringen. We hebben zelfs een filmpje gezien waarbij meneer Ruud Soeverein documenten overhandigd aan de Mennonieten die ondertussen al in ons land zijn. Veel hebben ze al gezien. En in zijn eigen woorden zegt hij van, ik neem een groot risico. Dus hij weet waarmee hij bezig is. Hij weet dat er foute dingen gebeuren. Ik wil niet het te veel gooien op een fout van de Mennonieten. Maar die Mennonieten die zijn hier omdat ze beloftes hebben gekregen. Beloftes in de vorm van gaan jullie grond geven, jullie kunnen hier komen en noem maar op. Dus de fout ligt niet bij de Mennonieten. De fout ligt echt bij mensen in onze regering die een valse uitstraling geven naar ons toe van dat er geen grond aan Mennonieten wordt gegeven. En als ze grond willen hebben, moeten ze grond kopen. Ondertussen zijn onze eigen beleidsmakers, onze eigen regering, onze eigen president eraan aan meewerken om onze gronden, onze bossen weg te geven aan buitenlanders. Nee. Dus dat is een hele trieste zaak. En wij willen natuurlijk ook weten van hoe het onderste van de kan eruit ziet. Wat heeft men bepaald? Ondertussen heeft minister LVV al toegegeven dus dat er grote delen van ons land bestemmingen krijgen voor grootschalige landbouw. Dus ineens komen ze met bepaalde informatie naar buiten. En inderdaad, we horen voor de rest heel weinig van wat er aan de hand is. Is het OM al ermee bezig om een onderzoek te doen? Want hoe komt het dat er bereidsverklaringen worden uitgegeven terwijl de president hemzelf heeft gezegd dat er geen grond wordt gegeven aan de Mennonieten? Dus dan zit je al af te vragen van wat gebeurt er? Hoe komt het dat, dat er geen onderzoek hiernaar plaatsvindt? Hoe komt het dat de president, terwijl hij A zegt en B doet, dat hij hierop ook niet reageert? Waar blijven de journalisten om de president te vragen van wat is er aan de hand, president? Hoe komt het dat er toch bereidverklaringen zijn uitgegeven? Hoe komt het dat dit en dat? We horen wel dat er ondertussen een directeur van GLIS is ontslagen. En je zit je af te vragen van als er een directeur van GLIS, dat is de instantie die zich bezighoudt om de gronden van Suriname in kaart te brengen, te digitaliseren en noem maar op. Als zij, waarom is mevrouw Heijkerk ontslagen? Als zij foute dingen zou hebben gedaan, dan moet er een onderzoek komen. Dan moet er een reden zijn waarom zij ontslagen is. En dus dat bevreemdt ons heel erg dat er ministers op met de nagenoeg de hoogste posten hier in dit land beslissingen hebben genomen om bereidsverklaringen uit te geven. En ondertussen ontslaan zij een directeur van GLIS zonder reden te geven. En dan heb je al het gevoel van hier klopt er iets niet. Als mevrouw Heijkerk inderdaad fout was geweest,
Glenda Heijkerk, directeur van GLIS. Dan zou je ook kunnen afvragen van oké, dan moet er een onderzoek komen. Ja. Waarom zij fout is geweest en wat de reden is van dat zij ontslag heeft gekregen. Het mooie ervan is, zij is door de president aangesteld. En zij wordt nu door een minister van Grond en Bosbeheer, waarvan we weten dat daar al heel veel mis is gegaan en dat deze mevrouw al heel veel dingen heeft verteld die niet de waarheid zijn, dat zij nu de directeur van GLIS gaat ontslaan. En dit riekt naar heel veel, het stinkt. Het stinkt heel erg. En dan, ja, je zit je gewoon af te vragen van waarom mevrouw Heijkerk? Dus het lijkt net alsof ze afleidingsmanoeuvres zoeken. Ja. Om zich om te doen alsof zij goed bezig zijn en andere mensen zijn fout. Terwijl het waarschijnlijk gewoon andersom is. En er is, wat ik heb begrepen, nu een rechtszaak gaande. En we moeten daar nog meer van horen. De heer Goedschalk heeft met een team advocaten is hij bezig om een rechtszaak aan te spannen tegen de overheid, als ik het goed heb. Ik laat dat voor hem, want wij willen graag ondersteunen. En Probius heeft ondertussen ook contact gemaakt met mensen in Bolivia. Wij hebben natuurlijk onze partners in het buitenland via FOSPA, Forum Social Pan Amazonico. Dat is een Amazone-organisatie van alle 8 landen waar Suriname namens mij ook participeert. Ik ben de FOSPA-coördinator hier in Suriname. En zij hebben ons al de nodige informatie gegeven. We hebben ook informatie gekregen uit Peru, uit Colombia, hoe zorgwekkend de situatie daar is met de Mennonieten. En deze maand, 21 februari, vertrek ik persoonlijk naar Bolivia toe, Santa Cruz, waar er grote gemeenschappen van Mennonieten zijn. Het gaat om 250.000 Mennonieten, maar elk gezin heeft grote lappen grond. Dus je kan je voorstellen, wat daar gebeurt, gaat straks ook hier gebeuren. De president heeft 50 gezinnen toegelaten in een vorm van een soort pilot. En dan mogen ze 3 jaar hier hun ding doen. Maar hoe realistisch is dit? Kan je over 3 jaar zeggen van het is niet goed gegaan, dus jullie moeten weer vertrekken. Ondertussen hebben die mensen misschien miljoenen geïnvesteerd om bossen weg te halen, om land klaar te maken voor grootschalige landbouw. En dan wil jij over 3 jaar gaan zeggen van oké, het ging niet goed, dus jullie moeten nu vertrekken. Zo werkt het niet. En ik denk dat de president zichzelf zo'n beetje voor de gek houdt, maar nog meer ons voor de gek houdt. Want je kunt zo niet handelen. Want het moment dat jij deze mensen hebt binnengehaald, kan je ze eigenlijk niet meer wegjagen. Want dit zijn mensen dus die hier komen investeren. Dus we weten dan ook van dat elk gezin erop uit is om vele duizenden hectare aan grond voor zichzelf te gaan bemachtigen om landbouw te gaan doen. En het gaat heel erg onschuldig lijken. Maar we zien ondertussen wat er in Bolivia gebeurt. En in Bolivia hebben ze hele grote, gaat om nagenoeg bijna 100 vierkante kilometer in één gebied. En er zijn nog meer gebieden. En in het gebied Charagua, dat is bij Santa Cruz, waar ik ook naartoe ga. Het is ongeveer een dag rijden. Je gaat door een bergachtig gebied. En dan kom je in het gebied, want die Mennonieten gaan niet dicht bij de stad wonen. Ze willen het liefst zo ver mogelijk wonen, waarbij er geen toezicht is van wat er allemaal binnen hun kolonies gebeurt. Want zo noemen ze hun gebieden kolonies. En het is niet zomaar dat zij heel erg ver wonen, want dan is er weinig toezicht. Er is geen controle op wat ze allemaal doen. En ik zeg niet dat ze met criminele dingen bezig zijn, want ze krijgen toestemming in de eerste instantie van hun overheid. Ja. Waar ze gaan wonen, waar ze gaan blijven. Ze krijgen grond om te bewerken. Maar bijvoorbeeld in Peru.
Peru heeft besloten om de ontbossing te stoppen. Maar die grond waar die Mennonieten zijn, die wordt door ontbost. En ze zijn nu met rechtszaken bezig. Maar doordat het rechtssysteem zodanig is van dat grond wat van jou is, want die Mennonieten hebben uiteindelijk ook die gronden gekocht, de overheid kan ze niet zomaar zeggen van jullie mogen niet meer ontbossen. Er zijn landen waar die wetten wel zijn ingesteld, waar je zelfs op je eigen erf, als je een boom daar weghaalt, heb je toestemming van de overheid nodig. Deze landen en ook Suriname hebben die wetten niet. Ja. Wij kunnen niet morgen tegen die Mennonieten zeggen van hé, maar jullie hebben nu een beetje te veel weggehaald, dus jullie moeten nu stoppen met ontbossen. Die wetten hebben wij niet. Wij kunnen morgen niet tegen die Mennonieten zeggen van jullie hebben 100.000 of 500.000 hectare bos gekregen. Jullie hebben nu de helft daarvan weggehaald. Nu moeten jullie stoppen. Ja. Wij hebben die wetten niet. En ook al hebben we die wetten, we weten dat ze niet zullen worden toegepast. Want we hebben al zoveel andere natuurbeschermingswetten die tot van vandaag niet worden toegepast. Ik bedoel, we hebben beschermde dieren en we zien gewoon onder onze eigen ogen foto's worden gemaakt van hoe jaguars worden doodgeschoten. Filmpjes worden gemaakt van mensen dus die aan het stropen zijn. Maar er wordt niet tegen ze opgetreden. Er worden gebieden in ons binnenland kapot gemaakt door goudwinning. Maar zie je de politie of de politiek optreden? Ze treden niet op. Dus wij hebben hier zoveel wetten. We hebben een we hebben beschermde natuurgebieden. Bronsberg. Bronsberg is het gebied waarvoor ik ooit werkte. Toen ik bij Stenatie werkte. Ik heb die illegaliteit daar 15 jaar geleden aangegeven. Van wat er allemaal in ons natuurgebied Bronsberg gebeurt. Een natuurpark. Een beschermd natuurgebied. Internationaal erkend als beschermd gebied. En tot de dag van vandaag wordt het afgegraven door goudzoekers. Dus ook al hebben we die wetten, dat wil nog niet zeggen dus dat wij die gaan kunnen toepassen. En we zien dat wij een regering hebben. En ik praat niet alleen over deze regering. Ik praat over de regering van de afgelopen 20, 30 jaar. Dat wij regeringen hebben die komen, mooie beloftes doen. Het gekke is, we zijn een vreselijk rijk land. Als je kijkt wat wij allemaal aan grondstoffen hebben. Als je kijkt wat er allemaal geëxporteerd wordt. Maar hoe komt het dat een groot deel van onze gemeenschap in armoede leeft? Sma Epina, ze kunnen niet eens rondkomen. Mensen met kinderen moeten dagelijks erover nadenken van hoe moet ik nog meer geld naar binnen halen, want ik ga het niet overleven. Of mijn kinderen moeten naar school, ze moeten eten hebben. Mensen hebben 2 baantjes, 3 baantjes. Terwijl anderen eigenlijk achterover zitten en bijna slapend rijk worden omdat ze illegale gronden hebben gehad die zij weer verhuren aan allerlei Braziliaanse goudzoekers of andere mensen die hun maandelijks goud bij hun thuis komen afleveren. En waar gaat het betalen deze mensen belasting? En dat zijn hele grote zorgen voor ons land waarvan wij ons moeten afvragen van in hoeverre gaan wij, in hoeverre kunnen wij eigenlijk de regering nog vertrouwen van dat zij een goede job voor ons gaan doen. Zolang die corruptie, zolang die hebzucht, zolang dat vrienden en family politiek blijft spelen, dan moeten wij ons afvragen in hoeverre gaat dat Mennonietenprobleem wat wij nu op onze hals halen, een probleem worden. Ja. Ik zei al dat ik naar Bolivia ga. Ik wil natuurlijk ook weten van hoe zijn die mensen daar. Ik wil ze ook confronteren, niet op een agressieve manier. Deze mensen zijn geweldloos. Ik bedoel, ze zijn geweldloos. Ze gebruiken geen geweld. Ze willen ook niet in het leger. Ze willen niks met geweld te maken hebben. En dat is heel mooi. En dan wens je ook dat bijna de hele wereld ook zo zal zijn. Want dan zou er minder geweld zijn op deze wereld. Maar ze doen zich voor alsof zij heel erg primitief leven. Je ziet ze op in
paardenkarretjes door het land rijden. We hebben heel veel filmpjes ondertussen van ze gezien. Maar je ziet niet echt wat er in hun gebied gebeurt. Waarbij ze een grote tractor rijden en het bos omstoten met grote machines. Ik bedoel, zij mogen geen auto's rijden, maar ze mogen wel een tractor rijden. Ze willen geen technologie, maar ze hebben allerlei technologie als je binnen hun landbouwgebieden bent. Want het gaat niet alleen om die tractor. Het gaat om heel veel andere technologieën die ze daar binnen wel gebruiken. En deze mensen produceren grootschalig. Dat betekent dus dat er grote silo's nodig zijn, grote pompen, allerlei technologieën om die grootschaligheid op gang te houden. En dus het ziet er onschuldig uit als ze met hun paardenkarretjes rondrijden. Maar ik wil dus in beeld brengen van hoe zij daadwerkelijk ook daar bezig zijn. En ik wil... En met ze praten. Ik wil ze ook... ik weet niet of ze me gaan verstaan. Want ze praten een soort plat Duits. Ik spreek Duits. Ik spreek Duits. We praten Nederlands. En ik heb begrepen dus dat zij tot zekere hoogte ook wat Nederlands verstaan. En ik denk dat het belangrijk is om op een gegeven moment ook te kijken van hoe kunnen wij deze mensen benaderen. En ze eigenlijk verzoeken niet naar Suriname te komen. Als we naar meneer Soeverein hebben geluisterd, dan geeft hij aan dat eigenlijk de milieuactivisten een verkeerd beeld schetsen over de Mennonieten. Hij geeft aan dat het niet zo is dat ze een gesloten gemeenschap zijn. Ze hebben winkels en al en iedereen in de omgeving mag gaan winkelen daar. Ze houden zich aan wet en regelgeving van de landen en al soort van type dingen. Hoe reageert u erop een beeld wordt geschetst alsof milieuactivisten verkeerde informatie naar buiten brengen over de Mennonieten? Ik wil aan meneer Ruud Soeverein vragen van hoe hij erop reageert dat er tienduizenden hectare aan primair bos worden gegeven aan de mensen die hij vertegenwoordigt. Waarvan hij weet van dat dit ontbos gaat worden. Moeten wij ons geen zorgen maken, meneer Soeverein? Want u wil komen doen alsof de Mennonieten hier helemaal... het zijn onschuldige mensen. We zijn allemaal onschuldig, tot zekere hoogte. Het moment dat wij grote delen van de bossen gaan verwijderen... en ik verwijt niet meteen de Mennonieten. Ik verwijt wel meneer Ruud Soeverein... die hier in ons land te gast is een combaté Anoberja. En meneer Soeverein, omdat hij een zak geld heeft gekregen van de Mennonieten, dat hij hun hier komt vertegenwoordigen. En de rechten van de mensen in het binnenland, waarvan hij weet in wat voor situaties ze daar zitten, dat hun grondrechten nog niet zijn geregeld, dat wij bossen hebben die beschermd moeten worden, dat hij dat allemaal aan meewerkt om dit te vernietigen. Dus ik wil aan meneer Soeverein direct vragen, wat is jouw reactie? Je moet ons niet komen vertellen dat die Mennonieten geen gesloten gemeenschap zijn. Want overal is het bekend dat ze een gesloten gemeenschap zijn. Er zijn genoeg films hierover, ze zijn nagenoeg net als de Amish. En natuurlijk, ze hebben wat winkeltjes, ze hebben hun handel, ze moeten hun spullen verkopen. Dus ze hebben de gemeenschap nodig om aan geld te komen. Ze hebben de gemeenschap nodig om aan brandstof te komen, om hun machines te laten draaien. Natuurlijk hebben ze contacten met de gemeenschappen. Maar voor de rest zijn ze gesloten. Dat is een feit. En niet omdat ze gesloten zijn, zijn ze niet hier welkom. Ze zijn hier niet welkom omdat zij bossen krijgen die beschermd moeten worden. En ons land heeft zich gecommitteerd om zich te houden aan allerlei klimaatverdragen. Onze politici hebben beloofd dat onze bossen beschermd moeten worden. Onze politici hebben beloofd dat zij carbon credits gaan aanvragen voor bescherming van onze bossen. Dus het rijmt niet met elkaar dat wij onze bossen gaan weggeven met de wetenschap
dat ze straks vernietigd gaan worden. En daar wil ik meneer Soeverein op wijzen dat hij als buitenlander hier in dit land iets aan het doen is dat heel veel andere mensen pijn gaat doen. En als hij dat niet wil begrijpen, als hij gewetenloos alleen maar met het geld bezig is wat hij gaat krijgen voor zijn onderhandelingen hier in Suriname, dan zeg ik van, voor mij moet je oprotten. Ik zeg het een beetje grof, want als ik dit in jouw land ga doen, dan ga je me meteen uit mijn land, uit jouw land schoppen. En nu kom jij dat hier in mijn land doen, en dan zeg ik van, dit kan niet. Als ik hier president zou zijn, zou ik jou meteen uit mijn land halen. Want je bent mensen aan het misleiden. Misschien moet je dat overal even. Nee. Kijk, de wijze waarop je het zegt, dan kijk ik terug naar onze volksvertegenwoordiger of de regering zelf, de kant van de regering zelf. Hoe komt het dat zij zo willing zijn en zo openstaan om de mensen te helpen en zelf te helpen en zelf bijdragen aan het verkeerd informeren van die gemeenschap, van de burger zelf of het achterhouden van informatie voor burgers? Want het geval van LVV bijvoorbeeld, dat is een verrassend geval dat zij bijvoorbeeld zeggen dat zij tienduizenden hectare aanvragen om een proefproject te draaien, zeg maar. En achteraf weer aan met andere informatie komen. Of de minister van GBB die informatie geeft dat ze dit niet heeft gedaan en dat niet heeft gedaan. En eigenlijk uitleggen hoe het eigenlijk in zit met regels. Terwijl zij zelf die regels niet hebben gevolgd die zij ons voorhouden. Kijk, je stelt me een vraag van hoe het komt dat deze mensen deze dingen doen. Kijk, Rendel, ik ben een rechtgeaard persoon. Ik ben transparant. Ik ben eerlijk. Ik probeer dingen te zeggen zoals ze zijn. Ik kan niet voor iemand praten die, hoe moet ik het voorzichtig zeggen, die liegt. Die niet de waarheid spreekt. Die misleidt. Ik kan niet voor zulke mensen praten. Ik snap dat niet. Ik snap niet dat wij mensen hebben in het land die op school hebben geleerd van binnen het volkslied, wanneer de Surinaamse vlag wordt gehezen, opo kondreman u opo, sranan grong e kare un, wanso petatakom opo, wisafeti, diu. Ik kan me niet voorstellen dat deze mensen die dit hebben meegemaakt, die zichzelf Surinamer noemen, die een Surinaams paspoort hebben, dat zij zo misleidend kunnen zijn. Dat zij andere mensen benadelen, waaronder de mensen in het binnenland. We zien heel veel op bepaalde ministeries hier gebeuren. Grond- en bosbeheer, natuurlijke hulpbronnen, justitie, die de mensen in het binnenland benadelen. Maar andere mensen worden bevoordeeld. Dat ik me afvraag van, hoe is het mogelijk? Houden jullie wel van het land? Houden jullie wel van Suriname? Houden jullie van je landgenoten? Je bent zelfs een landgenoot van ons. Het is pijnlijker als je eigen mensen jou zo verraden en zo pijn doen. Van een buitenlander kunnen we dat verwachten, maar dat onze eigen mensen dat met ons doen, dat is heel pijnlijk. Heel pijnlijk. Dat ik me echt afvraag van, hoe kunnen deze mensen zich nog Suriname noemen? Dus ik kan geen antwoord daarop geven. Ik kan echt geen antwoord op geven waarom deze mensen dit doen. Ik weet één ding, er is hebzucht. Als het gaat om geld, als het gaat om macht, dat mensen hebzuchtig kunnen zijn en alleen aan zichzelf kunnen denken of aan hun friends en families. En dat zijn gegevens, maar waarom deze mensen dat doen, ik weet het niet. Ik wil het ook niet weten. Want het is hetzelfde als je mij komt vragen waarom een moordenaar, een seriemoordenaar, vrouwen of mannen gaat vermoorden. Waarom een man kinderen gaat verkrachten. Het zijn dingen die ik niet ga kunnen begrijpen. En ik denk niet dat wij daar ons te veel bezig mee moeten houden. Want het is allemaal fout. Het is fout en we moeten leren van het is fout. En begrijpen,
met proberen te begrijpen, ga je ook misschien begrip proberen te tonen voor die persoon waarom hij het heeft gedaan. Dit is fout. En dit moet onderzocht worden. In andere landen, als men zulke dingen doet, worden ze geëxecuteerd. In China, als jij dit in China doet, word je geëxecuteerd. Omdat dit onder zware corruptie valt. Je liegt. Je doet dingen die in het nadeel zijn van jouw land, van jouw volk, van jouw bossen, van jouw natuur, van de mensen in het binnenland. En er zijn, ik zeg het nogmaals, er zijn landen waar je hiervoor zwaar gestraft wordt. Hier loopt men vrij rond en het lijkt alsof hier deze misdaden worden beloond. En dat is triest. Dat is heel triest. En het lijkt gewoon alsof er geen moraal meer in dit land is. Mensen waarvan je verwacht dat ze een hoge moraal hebben. Dat ze gestudeerd hebben. Dat ze weten van hoe het moet. Dat ze zich zo gedragen. Zo leugenachtig. En het moment dat jij je met leugens gaat bezighouden, ben jij niet meer te vertrouwen. Dan mag jij geen minister zijn. En zeker geen president. Dat van die grondspeculanten, komt dat in deze wel ter sprake aan de orde? Want als de regering aangeeft van dat ze niet gaan helpen, we weten dat er mensen zijn die grond hebben gehad of concessies kregen waarmee ze helemaal niks doen. Ze houden het in hun bezit. Ja. En als de regering nou die mensen zegt van je moet grond gaan kopen, komen ze terecht bij deze grondspeculanten, want ja, die men nog niet hebben geld. Ja. En ik ben recentelijk gewaarschuwd voor het proces van die conversie. Conversie waarbij men domeingrond gaat verkopen. Het gebeurt al, we weten dat het al gebeurt. Het gebeurt op een manier waarbij ik me soms afvraag van hoe is het mogelijk dat er mensen domeingrond hebben gekregen en ze verkopen het door. Maar nu heb je nieuwe wetgevingen en ze zijn bezig met een nog verdere grondconversie om die grond, domeingrond, te verkopen. En het is niet de staat, het is niet de gemeenschap die daar beter van gaat worden. Het zijn die politici die hiervan misbruik gaan maken. Het zijn de mensen, die beleidsmakers, die op die ministeries werken, die hier misbruik van maken. En die nu al hele grote lappen grond, 10.000 hectare, misschien wel 100.000 hectare, in hun bezit hebben, wat niet van hun is, maar ze kunnen het straks verkopen. En dat is iets wat heel erg zorgwekkend is, want op die manier gaan wij ons land kwijtraken aan een klein groepje mensen. Ze gaan zich zwaar, zwaar, zwaar verrijken. Die wet grondconversie, dat is een wet die niet in ons land mag worden toegepast. En het is nu al door de DNA aangenomen, heb ik begrepen. Maar ik heb begrepen dat ze nog verder willen gaan. Om ook nog domeingrond zodanig vers uitgegeven om het te kunnen verkopen. En dat is een zeer zorgwekkende situatie. En ik hoop echt dat wij 2025 een keertje een regering gaan krijgen die al dit soort zaken terug gaat draaien. Want het is onze toekomst van ons als we kinderen hebben, als de volgende generaties. Zij gaan ons kwalijk nemen van dat wij dit hebben gedaan. Er zijn mensen die al jaren op een stukje grond wachten om iets op te bouwen, om hun leven op te bouwen daar. Met hun vrouw, of althans met hun partner, met hun kinderen. En die kunnen niet eens een stukje grond krijgen. Met heel veel moeite. Ze moeten gaan bedelen om een stukje grond. En andere mensen zitten achter baks allerlei projecten naar zich toe te trekken. Allerlei stukken grond naar zich toe te trekken. En ja, dit is een zeer zorgwekkende ontwikkeling. En wij kunnen politici niet meer geloven als zij zeggen ze willen onze bossen beschermen. Ze willen carbon credits aanvragen en noem maar op. Het zijn allemaal lege woorden. Die woorden hebben geen betekenis. Het woord duurzaamheid, beschermen van het bos,
groenste land. Ze worden allemaal leeg geworden als je zo met je land omgaat. En als wij dit niet een halt toeroepen, als wij niet een keertje mensen, we moeten zorgen, er in ieder geval voor zorgen, dat deze mensen nooit en never meer aan de macht mogen komen. Ze moeten eigenlijk, ze zouden eigenlijk vervolgd moeten worden. Want dit zijn criminele daden. Wordt u geroepen voor consultatie? Dus bijvoorbeeld, wordt u geroepen voor door bijvoorbeeld de regering of vertegenwoordigers van de regering om bijvoorbeeld uw zienswijze over een bepaald besluit die ze willen nemen? Wordt u gevraagd voor advies voordat ze een besluit nemen? Of bent u geroepen voor advies in deze van de Mennonieten of om uw bezorgdheid aan te horen? Eenvoudig nee. Maar ik denk dat als je mijn retoriek hoort, als je mij hoort praten, dan is het begrijpelijk. Want ik ga dat spelletje van hun niet meespelen. Iedereen weet van wie Erland Sleur is. Minolop Ogri. Minolop Leemang. Dus het moment dat ik voel dat iemand tegen mij gelogen heeft, ga ik het bossen. Dan ga ik het bossen. Dus deze mensen weten eigenlijk al, ze moeten die bij Erland Sleur niet komen slijmen. Want ik heb je meteen door. Ik heb meteen door dat je probeert te slijmen om mee achter je karretje te spannen of voor je karretje. En ik laat me daardoor niet meer gebruiken. Meneer Dompig heeft het in het verleden gedaan toen hij met OGS was begonnen. Probeerde hij, aman bij wan korkormi, meneer Sleur, komt je erbij? We hebben u nodig, want we willen aan duurzame goudwinning gaan doen. Ja, we gaan Bronsberg beschermen, dit en dat. Allemaal leugens. Allemaal leugens, keer op keer. Meneer Benschop heeft hetzelfde gedaan. Korkormi, meneer Sleur, Bronsberg heeft prioriteit van meneer Melvin Linscheer. Allemaal leugens. Achteraf zie ik met satellietbeelden van hoe Bronsberg verder go-to Panja overal in het park. En ik laat me niet meer misleiden. Ik ben te vaak misleid geworden. En mijn alarmbellen gaan meteen af als ik zie van wat er allemaal gebeurt in het land. En als ik zie van welke inborst onze beleidsmakers, onze leiders in dit land hebben. Dus zij weten ondertussen al lang van dat, als zij meneer Sleur aan de tafel gaan roepen, dat ze problemen gaan krijgen. Zeker als ze niet de waarheid spreken. Als je het oprecht met me meent, als je, ik ga naar je track record kijken. Ik kijk naar wat je hebt gedaan voor het land. Je bent al 3 jaar daar minister of president. Ik ga kijken wat heb jij in die 3 jaar gedaan. En ik zie van dat jij heel weinig hebt gedaan. En ik zie dat jij heel veel dingen hebt gedaan die niet door de beugel kunnen. Dan moet je niet van mij gaan verwachten dat ik met jou aan tafel ga zitten. Dus ik denk dat ze weten van wat ze op zich afroepen als ze met mij aan tafel gaan zitten. Hoe zit het met bedreigingen? Heeft u ooit bedreigingen gehad omtrent uitkomen over bepaalde situaties of zo? Of dat mensen u de mond proberen te snoeren op de een of andere manier? Ik heb vanaf het moment dat ik bezig ben met mijn activisme, heb ik wel bedreigingen gehad. Zeker toen ik op Bronsberg bezig was. Toen ik in die goudvelden was, waarbij meneer Brunswijk dus vergunningen zou hebben gekregen in het park. Directe, indirecte bedreigingen. Je hoort aan de toon van dat er iets wordt gezegd. Ik ben ook door bepaalde radio, ik wil ze niet zeggen journalisten, want dit zijn geen journalisten, ze zijn propagandisten. Ik ben ook op de radio bedreigd geworden. In die tijd van Dodson. Dat ik die verhalen van meneer Dodson onderuit haalde. Dat ze zogenaamd kwik met scallions met die kwik uit het stuurmeer aan het halen waren. Allemaal grote leugens. En ik heb bepaalde zaken naar mijn hoofd geslingerd gekregen. Ik denk niet dat ik voor elke bedreiging bang hoef te zijn. En ik ga ook tonen van dat ik niet bang ben, want ik hou van mijn land. En ik hoop dat jij ook van je land houdt.
Je hoort in het parlement hoor je uitspraken vaker zo van... we kunnen niet... Je kan het groenste land willen blijven en zijn, maar ontwikkeling moet komen. Bomen moeten plaatsmaken voor ontwikkeling en dat soort van type dingen. Of dat van die grondrechten bijvoorbeeld ook. Je gaat die mensen grond toekennen, maar wat voor ontwikkeling is dat? Hoe gaat dit en dat ontstaan? Die uitspraken. Bent u eens met die uitspraken van dat voor die ontwikkeling is het nodig dat er meer... Ja, dat bomen plaats moeten maken voor bepaalde zaken? Kijk, ik ga me niet hypocriet opstellen. Waar ik hier woon, op Zorgenhoop, hier was ooit ook een keertje bos. Dus als mensen een stukje grond nodig hebben en ze gebruiken die grond op een goede manier, dan kan ik zeggen van ja, dan moet het kunnen. We hebben hout nodig, we willen bouwmateriaal hebben. Dat kan, alleen de manier hoe je daarmee omgaat. Hoeveel hout kap je? Al die, nagenoeg 90% van al die bomen die in ons binnenland worden gekapt, die voor grote ontbossing ook zorgen, samen met die goudwinning, dat gaat naar het buitenland. Suriname verdient er niks aan. Wegen worden kapot gereden. Mensen kunnen niet naar school, kinderen kunnen niet naar school, mensen kunnen niet naar hun werk. Het kost de belastingbetaler alleen maar geld met al die kapotgereden wegen, door onder andere vooral die houttrucks. Er is geen werkgelegenheid voor de mensen in het binnenland, want alleen maar buitenlanders werken daar in de houtsector. Chinezen, Maleisiërs, noem maar op, Guyanezen. Is dat ontwikkeling? Deze mensen betalen geen belasting. Ze betalen geen wegenbelasting. Alles wat ze verdienen gaat naar friends and families. En of het gaat naar het buitenland. Vooral die buitenlandse bedrijven. Ik noem dat geen ontwikkeling. Er kan ontwikkeling zijn als wij wet en regel toepassen. Als wij zorgen dat er zorgvuldig met onze grondstoffen wordt omgegaan. En het wordt duurzaam. Ik heb al gezegd, alle politici en beleidsmedewerkers die het woord duurzaam hier gebruiken, vele van ze liegen keihard. Ze misbruiken deze woorden. Want wat zij willen is nemen, 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 nemen. Maar als jij op deze planeet werkt of leeft, dan moet je ook leren om terug te geven. Dus tea purambong, je praat drie bakken. Dan moet je weer drie terugplanten. Je kan niet alleen maar nemen en niks terugplanten. En daar ringt het bij mij. Dat wij alleen maar nemen, we maken kapot, we graven de boel af en we corrigeren niet meer. Bij goudwinning. Al die ravage die goudzoekers achterlaten. Niemand repareert die schade die ze hebben aangericht. We zien het. Ik bedoel, zelfs Suralco wil zaken niet repareren die zij kapot hebben gemaakt. Hoe kan jij van die goudzoekers, hoe kan je nog van die goudzoekers verlangen dat zij iets gaan repareren als jij niet ervoor zorgt dat wet en regel worden toegepast? We hebben mijnbouwwetten. Wat houden deze mijnbouwwetten in? Je mag graven, maar je moet weer repareren. En niemand, IAM Gold, heeft voor tientallen jaren hebben ze heel veel bos daar weggehaald, vernietigd, afgegraven. De Maya Longwe, ze verkopen die mijn even voor 360 miljoen aan een Chinees goudbedrijf. En daarna gaan ze weg, vrij, zonder die schade te herstellen. Of om geld op tafel te leggen om die schade eventueel te herstellen, wat ze hebben afgegraven. Vrij, vrij, maar dat komt door onze regering. Die ze er niet op wijst van dat zij voor die schade moeten betalen. Je kan niet zomaar weggaan en zeggen van, hé, en ze krijgen er nog geld voor dat ze weggaan. Want ze worden betaald door dat Chinees goudbedrijf. Het is toch ongelooflijk dat wij een regering hebben die dit soort dingen niet weet toe te passen. Dat die niet beseffen van, IAM Gold heeft zoveel schade aangericht in ons binnenland.
tienduizenden hectare aan bos hebben ze vernietigd. En ze gaan weg en ze krijgen er nog geld voor. Ze hebben miljarden, miljarden, miljarden hebben ze verdiend. Jaar op jaar. Rosebel Gold Mines was hun paradepaardje. Zoveel geld hebben ze ermee verdiend. De Maya Longwe, ze laten die schade voor de mensen die daar leven of wonen. En die bossen, die blijven gewoon vernietigd. Er is heel veel landbouwgrond in de kustvlakte, waar die voormalige plantages zijn geweest. Dat niet wordt gebruikt. Ik bedoel, ik ben regelmatig met mijn drones in de lucht. En ik zie die grote lappen grond bijna in cultuur gebracht. Er is geen primair bos meer daar. Sommige van die gebieden kan je nagenoeg bijna bewerken. Waarom ga je dat niet gebruiken? In plaats van dat je aan die oerbossen komt. Waar, en die bomen zijn niet alleen bomen. Het zijn bomen met heel veel dieren en planten en noem maar op. Die daar ook weer op groeien of in leven. En dat is dus het goedkope wat wij hier denken. We zien een boom en we zien dollartekens in mensen hun ogen. Die boom is een huis van honderden andere dieren. Die geeft vruchten en voedsel aan heel veel andere dieren, maar ook aan de mens. En wij beseffen niet van hoe belangrijk die bomen zijn. Dat zij ons ook zuurstof en schoon water geven. Wij beseffen niet van hoe belangrijk het bos is voor het feit van dat wij overal schoon water en schone lucht hebben. En als wij dat weghalen, gaan wij dezelfde problemen krijgen als wat je in andere landen ziet, waar de grote rampen nu gebeuren met grote droogte, overstromingen, zware orkanen en noem maar op. Wij beseffen niet wat voor ellende we op onze hals halen, terwijl we al zoveel voorbeelden in de wereld zien. Grote bosbranden in Chili. Wij gaan die bosbranden ook krijgen. Dat is 100% zeker dat wij door die grote droogtes die in het binnenland zijn. Er valt bijna geen regen. Het bos droogt uit. Een normaal regenwoud brandt niet. Je kan vuur ervoor zetten aan de bron. Maar als wij door die klimaatsverandering grotere droogtes gaan krijgen. Minder neerslag. Dan gaan wij ook grote bosbranden hier krijgen. En tsunami, we gaan heel veel verliezen. Dus je zit je gewoon af te vragen van wanneer wordt men wakker? Niet alleen hier in Suriname, maar in de wereld. Lula heeft vorig jaar augustus, heeft president Lula da Silva van Brazilië alle Amazonelanden bij elkaar geroepen in Belém. Wij waren als organisaties ook daar vertegenwoordigd. Hij wilde dat tegen 2030 dat alle landen zich eraan zouden committeren om de ontbossing in de Amazone te stoppen. Natuurlijk, Brazilië is een van de grootste boosdoeners op dit gebied. Als het gaat om ontbossing in de Amazone. Als je die satellietbeelden kijkt, je schrikt ervan. Je kan dagenlang door de Amazone rijden. Buzino de Moro. Zij hebben ook het belangrijkste deel van de Amazone. Meer dan 60% van de Amazone is op hun grondgebied. Daarnaast heb je Bolivia, Venezuela, Colombia, Peru, Ecuador, Venezuela, Suriname, Guyana, Frans-Guyana. En hij heeft al deze landen bij elkaar geroepen om ervoor te zorgen van laten we dat ding keren. Want het is belangrijk voor de wereld. Suriname is daar geweest met minister Ramdin en minister Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu. En het was bedroevend. Ik ben daar in die perskamer samen met mijn partner. We zijn in die perskamer in Belém. En wij moeten van CNN Brazil horen dat Suriname heeft tegengestemd om die ontbossing tegen te gaan in 2030. Om te stoppen. Dat betekent dat jij als regering al een plan hebt om dingen daar te gaan doen in onze bossen die niet in het voordeel zijn van de bossen, van de biodiversiteit. Dat betekent dat je al plannen hebt. Want je gaat niet zomaar tegenstemmen. En het gemene van het hele verhaal is, minister Ramdin komt terug in Suriname en die zegt, we hebben een contract getekend om de ontbossing tegen te gaan. Terwijl hij daar bij de onderhandelingen was en heeft tegengestemd.
tegengestemd om die ontbossing tegen te gaan. En een deal te maken om tegen 2030 0% ontbossing meer te hebben. Hij heeft tegengestemd. Samen met Guyana en Bolivia. En dan kom jij als minister van Buitenlandse Zaken terug naar Suriname. Om te vertellen, we hebben een mooie deal gemaakt, verdrag, dat wij de ontbossing gaan stoppen. Ja, dan heb ik echt iets van, dit is diep treurig. Dit is diep, diep treurig. Meneer Sleur, wij bedanken u voor dit moment met Kulturu TV. Hartelijk dank voor dit moment dat u heeft genomen om met ons te praten. Kijk, dit was Kulturu TV, open mic met de heer Erland Sleur. Tot de volgende keer. Tabaka gang, de Canada Peuang, ja. Tijd voor het nieuws, go look up je nieuws. Kulturu Nyusu, pas de vastraat is refbuntu. Unde van nieuws, sa def arkina nieuws. Kulturu Nyusu, pas de vastraat is refbuntu. Suriname is zo'n hele klan, maar go dek die hele kwan. We zien, alas my sari, alas my bari, my efu bondru kwa wang. Tak we sreka mama sranang, be no wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, be ya kriol, ya fans of shini. Esha idol in the stance of enemies. Dambotaki on the right place. Different colors, one stage. Go, 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 be all over grow. Be well off as I guess like I go. Be corrupt in an alley take blow. Yeah. Be ho horde, guia pina follow. Be descapuri, eshi ya no wolo. Be take ride in a juke young and dollar. So, so, man, it's a biggie, biggie. No, we go ask for luck if the low bubble late. We go arca problema food, they smile in the wake and really be sweetie. So long, I'll pay you the West Wing committee. Yeah, drug tap a link, make who's telling a praise. Sterker can well want united, say, wait, we can a gemeenschap. We do a roko, maar dan a gereedschap. En we die almighty thanks en praise tak. Tak in de wiki na we da eerste leesblad. We zijn beleesgat. Statistieke schrijf je overweeg dat. Ja, had je iets teken in je keel gehad. Piet qua door om iets gehad wat je weet dat. Kulturu.com na anjusu wechari. No fake, no joke, ja anjusu prespari. Efu bondru kwa wanda mine kouda ushwari. Ja anjusu nesari, why begin te waklari. To scry ten share, make defense fi arki. Ja we libu no prati, u ape in eit parki. We de tapastrati, ka kwanga i kragi. U de borei dwen. Aksa falok fai kwanga de steiging. Efu vergelijk ding, u ababo weis dwen. For wasting, gonna ballasting. A problem for follow na de staking. That make wet a mint a follow food that a hasting. What up a weary come a food that got his skating. E uchun up them thing.
chiniu Kulturu nyunsu Paste fastratis respuntu Ude baniu Sadef arkinaniu Kulturu nyunsu Paste fastratis respuntu